Mijn project is de virtual reality bril hier in het ziekenhuis meer een plek te laten geven voor behandelingen bij onder andere pijn. Op het moment dat je in een ziekenhuis ligt, kan je hier eigenlijk niet weg. Je ervaart de hele dag door een vorm van stress. Nou, die VR-bril die geeft zo'n sterke afleidingsprikkel in een omgeving. Die eigenlijk die stress weer een beetje doet afnemen. De programma's die wij hierop hebben zitten, dat is een natuurprogramma waar ook een meditatie in zit, een bodyscan zit erin. Maar je kan ook bijvoorbeeld luisteren naar muziek, mooie ontspannende klassieke muziek. Er zitten ook filmpjes op van National Geographic, waarin je bijvoorbeeld kan zwemmen met dolfijnen, een vakantie naar de Malediven, wandelen tussen olifanten. Er zijn een hoop wetenschappelijke onderzoeken ook die al hebben bewezen dat natuur en muziek een ontspannende, stressverlagende effect hebben op stress. En dat komt dan ook weer terug in die virtual reality bril. Om iets niet biomedisch te implementeren in een biomedische omgeving als een ziekenhuis, moet je wel een beetje een pionier zijn. Ook wel volhardend zijn, een beetje tegen tegenslag kunnen. Ook wel overtuigd zijn dat het werkt. En dat, ik sta gewoon echt achter die virtual reality bril en die werking daarvan. En ik word er ook heel enthousiast van.